Ontdek de mogelijkheden met Mike's biljarttrainingsspel. Kijk en geniet. We hebben Mike's live biljartstudio. We hebben hier het trainingsspel staan. Ik heb een mooie oefening voor u bedacht. We gaan de gele bal gaan we van rood richting de kegel spelen. Hoek 1, hoek 2, hoek 3, hoek 4. We kunnen dat doen dun en we kunnen dat doen dik. Ik laat u dat zien. Met de afstoot. We gaan mooi recht afstoten. Zoals je weet heb ik het rondje voor de trekstoot. Dus de O voor de trekstoot. Je voelt en je gooit hem door de bal heen. Terug en omhoog. En de X voor de doorschietstoot. Dus een hoge voorhand wat je daar mooi mee kunt leren. En mooi recht afstoten. Dus je kijkt, je voelt. En je gooit de keu over het kruisje heen, door de bal heen, terug en omhoog. Dus zo werkt het als je hoog aan je bal zit, met een wat hoger voorhand. En als je laag zit, ga je dus met de O, dus door de O heen. Ik heb hier een kegel op de band liggen, om dus de loodlijn te zien van je keu. Alles wat ik dunner ga zitten, dat gaat dus... Vanaf de, ik kan daar ook mooi de X voor gebruiken. Kijk, alles wat ik dunner ga zitten, dat zit tussen de kegel en de eerste diamond ongeveer. Kijk, dan zie je hier ook weer een loodlijn dat je dus heel dun de rood zou raken. Het zou betekenen dat je een bandstoot raakt richting de hoek. Maar dit gebied is heel belangrijk. De eerste kegel en het kruisje, of eerste diamond, of twee diamonds. Om je keu naartoe te werpen. Dus je keu naartoe te stoten. Door de bal heen. Ik ga nu dat laten zien. Kijk, en nou is het de bedoeling om richting... We beginnen daar. We gaan richting de eerste hoek, rechts van mij. Ik laat u zien hoe je daarin kan gaan staan. Kijk, als je dus hoog aan de bal zou zitten... Dan zou je eigenlijk niet richting die kegel kunnen. Dus hoog aan de bal, heel dik is die sowieso mis. Kijk, wat dunner, wel dik, hoog aan de bal, dat wordt lastig. Want dan ga je namelijk de band raken. Kijk, en dan tackelen we gelijk een dikke bal. Die kun je dus hoog aan de bal, als je dit afstoot is die mis, maar als je wat lager gaat... Wel boven het hart, dan gaat hij al richting de hoek. En nu doe ik het zonder effect, maar ik kan het ook op deze hoogte met effect doen. Maar de dikte moet hetzelfde blijven. Dus we gaan hem eerst zonder effect doen. Dus de lijn, kijk richting de lange band. Kijk, nou heb ik het kruisje daar staan, dan kan ik hier de O voor u neerzetten. Kijk, want die dunne lijn, kijk die loopt hier en dit is de dikke lijn. Dus alles wat hier tussen zit, heeft met je diktes te maken. En dat is waar je dus op concentreert met je keu. Dus je gaat achter de bal staan. Kijk, we kunnen diep gaan zitten, dan moet ik dunner. Maar dat gaan we allemaal, dat gaan we dat testen en doen. Maar vooral, let op het rechte afstoten. Dus hoog aan de bal is hij mis. Zeker als ik heel dik ga. Kijk, als ik wat lager ga, op een gegeven moment, dan voel je dat hij richting de kegel gaat. Maar ik sta vrij dik op rood. Dus als ik nou recht vooruit zou stoten, kan ik niet zachtjes stoten. Dan moet ik best wel stevig door de bal gaan. Dus voelen, richting de lange band. Voelen, door, over het kruisje, voelen, bam. Kijk, ik blijf dus mooi staan. Kijk, en ziet wat er gebeurt. Ik speel een dikke rood. Rood gaat daardoor op en neer. Maar mijn slag was richting de lange band. Kijk, en daar zit het voor een biljarter. Om te leren spelen op je diktes. Maakt niet uit hoe de karambals liggen. En u ziet hoe mooi ik de kegel tref. Alleen, ik speel nu een dikke rood zonder effect.
Kijk, de concentratie, dus deze leggen we weer neer. De concentratie die zit dus op bal 2 en op je keu, dat je die rechtlijnig naar voren beweegt. Kijk, ik zou dus ook rechtseffect kunnen spelen. Kijk, en nou weet ik dat ik hier zit, qua dikte. Dus, en de hoogte met de voorhand, die weet je ook. Dus dit was een rechtstreekse zonder effect. Nou ga ik effect geven, dus ik geef rechtseffect. Nou moet alleen mijn raakpunt, dus mijn raakpunt op bal 2, die moet hetzelfde blijven. Dus als ik nu een rechte lijn naar voren speel, dus voelen, voelen, voelen en een rechte lijn, mooi zitten, lekker ontspannen. En het wordt natuurlijk steeds losser en losser en ik leg het nu uit, dat je dus een rechte lijn met weer een dikke rood, alleen het effect gaat invloed hebben op de rode bal, mits je met je achterhand mooi recht naar de lange band speel. Kijk, nou zit ik iets te hoog aan de bal. U ziet het, ik raak wel de kegel. En hij is ook vrij hard. Maar ik kan ook zeggen, kijk, ik raak de lange band. Dan zit ik toch iets te dun op de rode. Kijk, en dat is dus de training, de oefening. Dus je moet proberen om rechtstreeks richting de kegel te spelen. Met rechtseffect, zonder effect en met linkseffect. Dus hij was iets te dun. Ik had ook iets lager kunnen gaan zitten, maar ik wil hem dus dik spelen. Dus ik wil hem dik spelen met rechtseffect. En hoe dikker ik hem speel, hoe harder ik moet stoten om bij de kegel te komen. Dus voelen, 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 voelen. Stoot. Kijk, weer iets te hoog aan de bal. Kijk, hij gaat wel rustig naar de kegel en hij is al wat dikker. Ik had ook iets lager gekund voor een rechtstreekse. Maar hij gaat natuurlijk wel prachtig richting de kegel. Dus dan doe je het met rechtseffect. Dus je ziet, als je rechtseffect geeft en je raakt dus niet exact de dikte om hem rechtstreeks te spelen. Daar kun je natuurlijk op gaan oefenen en dat uit gaan zoeken waar die dikte zit om hem rechtseffect te geven. En vrij hoog aan de bal om een dikke rood te spelen. Want als je dat dieper zou doen, zou je gelijk al dunner moeten op de rode bal. Op bal 2. Dus we gaan hem weer met rechtseffect spelen. Dus zo dik mogelijk voor je gevoel. Dat zit net naast het kegeltje wat er aan de lange band ligt. Ik zit een beetje op de hardlijn, net boven het kruisje of op het kruisje. Dit is een dikke rood. Ik geef rechtseffect. Dus als ik nu een flinke klap geef, dan moet hij rechtlijnig, 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 goed kijken naar de rood, rechtlijnig richting de kegel gaan. En mooi. Zie je, goed blijven staan. Kijk, daar gaat hij al, hè. Kijk. Vasthouden. Kijk, hier heb je hem al, dat hij rechtlijnig bij de kegel komt. U ziet het, deze is dikker geraakt. Dus wat krijg je? Je krijgt dus dat je harder moet stoten. Maar doordat je hard stoot, gaat hij wel rustig naar de kegel. Als je die dus dunner zou raken, zou die hard naar de kegel gaan. En dat is allemaal wat je van tevoren dus kunt bedenken. Dus het trainingsspel, nu heb ik het met rechtseffect gedaan, zonder effect. Dat leert je heel goed diktes bedenken op bal 2. En ook zien wat je doet met de schuine lijn richting die hoek. En met de schuine lijn richting die hoek. En met de schuine lijn richting die hoek. Dus je leert goed je dikte bepalen op 2. Nu ga ik het met linkseffect doen. Dan moet je ook weer gewoon met dezelfde dikte, dezelfde hoogte, vooral dezelfde dikte, het raakpunt. De dikte is het raakpunt op 2. Dat betekent dat hij weer dik is. Alleen, die krijgt een ander effect. Dus een ander effect. Dus een contra-effect of een mee-effect op de lange band. En met rechtseffect krijg je weer mee-effect. Dus de dikte is dus bepalend. Het is gewoon leuk om dat te ontdekken. Dat je dus goed blijft staan op de lange band, op dit stukje van de lange band. En hier heb ik het kegeltje neergelegd, dat is de loodlijn. Dus die dikte zit hier een beetje, om hem vrij dik te spelen, zit dus niet daar, is hij te dun.
Kijk, en met links effect, dan ga je zien dat je meer bij de kegel moet om hetzelfde raakpunt te spelen. Dus ik ga weer dik staan. Ik zie nu dat mijn keu richting het kegeltje gaat, maar dat is niet de loodlijn, want ik geef links effect. Ik raak hem wel dik en ik zit weer net boven het hart, mooie voorhand, goed blijven staan. Voel je dikte, voel je dikte, voel je dikte en ga erin. En wees niet bang, kijk hoe dikker je staat, hoe harder je moet stoten. Dus mooi blijven staan, kijk daar gaat hij al, hè? Rechtstreeks richting de kegel. Kijk, en dat is dus de bedoeling van dat trainingsspel, dat je goed je diktes leert spelen. Kijk, en hij gaat gewoon rustig naar de kegel. Dit kun je natuurlijk ook met een dunne bal gaan doen. Kijk, we houden nu de rode bal met een dikke bal, houden we die op de tafel. Dus op het midden van het biljart. Als je rood natuurlijk dunner gaat spelen, gaat rood richting de X zoals je ziet. En dan zou die hier verdwijnen en daar verdwijnen, richting de korte band. Maar je komt ook weer bij de kegel terecht. Kijk, en dus dunner, dat betekent dieper aan je bal. Dieper aan je bal, zonder effect, is een optie. Kijk, je kunt daartussenin allemaal gaan zitten. Dus we hebben net een dikke bal gespeeld, zo dik mogelijk. Kijken waar de grens ligt van je dikte. En zo eenvoudig kun je het dan gaan bestuderen, dat je onderaan je bal gaat zitten. En dan kijk je welke dikte je moet hebben. Op het moment dat je dus helemaal diep zit en je zou links effect geven, dan zou je dezelfde dikte moeten hebben. En rechts effect, dezelfde dikte, om bij de kegel te komen. Je kunt, als je dunner speelt, kun je zachter afstoten. Dat betekent dat als je zachter afstoot, dat die rustig naar de kegel gaat en dat rood ook wat rustiger loopt. Als je hard stoot, gaat rood wel lopen, maar jouw bal die blijft dan niet bij de kegel. Die gaat een band pakken, een lange band of een korte band. En dan hangt het af van wat voor effect je geeft, welke kant die weer richting het biljart gaat. Nou, ik ga laten u dat zien met een diepe bal, zonder effect. Dus ik ga in mijn lijn staan. Kijk, als ik diep zit, als ik nu dikker zit, gaat die richting de andere hoek. Dus ik ga een dunner. Ik zit diep aan mijn bal. Dus ik kijk naar mijn dikte. Ik zit zo'n beetje tussen het kegeltje en het rondje op de lange band. Dus daar is mijn dikte. Dus ik zie mijn dikte, zie ik, daar kijk ik goed naar. Dus ik gooi mijn keu, ik voel en gewoon rustig opbouwen. Dit kun je gewoon heel vlug doen, maar het is mooi om het goed gevoelsmatig richting de lange band te spelen. Dus daar gaan we. Kijk, te dik. Kijk, zie je? Iets te dik. Kijk, rood gaat wel naar de korte band. Je blijft gewoon mooi staan. Maar iets te dik voor de kegel. Dus voor de hoek. Dus we gaan ietsjes dunner staan nog. Diep aan de bal. Kijk, dat is het mooie dat je dan op een gegeven moment die lange band neemt voor je dikte. Dus je voelt je dikte. Je voelt, kijk, en je kunt het rustig doen richting de kegel. Zie je, nog iets te dik, terug. Kijk, en deze komt weer een beetje hetzelfde uit, dus ik mag nog een klein stapje dunner maken. Om zachtjes, gewoon netjes, naar het kegeltje te gaan. Maar wat de kracht is van je oefening, dus met de X en de O, dat betekent dat je rechtlijnig door de bal gaat. Dus we gaan weer iets dunner staan. Kijk, te dun is een lange band en te dik is voor de kegel. Dus op de korte band. Dus ietsjes dunner, diep aan je bal. Kijk, je kunt natuurlijk ook ietsjes hoog gaan zitten, moet je weer iets dikker. Of hij gaat op deze manier ook richting de kegel. Maar het hangt steeds van je dikte af. Dus we houden dus een mooie diepe voorhand aan. Je voelt je dikte, dat is de lange band. Voelen, voelen, voelen. En rustig laten vallen. Kijk, weer te dik. Dus ik neem nog niet het stapje om dunner te gaan. Hij is wel ietsjes dunner. Maar hij mag dus nog dunner bij die diepe bal om richting de kegel te gaan. Maar hij is mooi rustig afgestoten en goed richting de lange band. Dus daar gaat hij weer. Dus goed de lijn met je voet. Diep, dat is wat je wil. Deze dikte. Kijk, en je voelt eigenlijk dat rood richting het kruisje gaat. Een lange band. Dus je voelt. Jouw bal gaat richting de lange band, of je keu gaat richting de lange band. Voelen, voelen. En je keu is belangrijker als de karambol. Kijk, nog te dik, zie ik. Dus ik mag nog meer
Nog dunner bij die diepe bal. Maar kijk, hij gaat natuurlijk wel richting de hoek. Dat zie je, hij gaat gewoon richting de hoek. Maar doordat je natuurlijk diep zit en je raakt hem even te dik, dan krijg je al gelijk deze puntjes krijg je te zien. Vrij dun, maar nog steeds komt hij voor de kegel. Dus het balcontact, je voelt, je voelt, je voelt en je stoot richting de band. Kijk, daar gaat hij al. Kijk, rustig laten staan. Kijk, blijf even staan, rustig. En dit is een hele goede oefening om dus een perfecte afstoot te krijgen. En dit wordt natuurlijk natuurlijk. Ik leg het nu een beetje uit. Zoals ik dat een beetje verwoord. Zoals ik een beetje, ja, ook het spel probeer gewoon te verfijnen. Dus ook om zuiverder in je dikte te leren staan. Kijk, en je kunt het dus met rechtseffect doen. Maar weer dezelfde dikte. En met rechtseffect. Dus je kan het perfectioneren door gewoon rustig de stoot iedere keer af te maken. Af te maken. Voelen. Voelen. En afmaken richting de kegel. Kijk, daar heb je hem. Tok. En zo gaat hij steeds rechtlijnig richting bal 3. En je hebt geen spanning in je handen. Je doet het op een mooie, soepele manier. Nou, dan gaan we ze één voor één. Je kunt het dus zo spelen dat je dus alle ballen dik speelt. En dan 1, 2, 3, 4. Of 1, 2, 3, 4. Zonder effect. Kijk, je kunt ze alle vier zonder effect oefenen. Met een dikke rood. Dus wat hoger aan de bal. En je kunt ze ook oefenen met een diepe geel. En wat dunnere rood richting de kegels. Ja. Dus we gaan richting de hoek. Dat is 1. Juiste dikte. Kijk, hoe hoger, hoe dikker. Dus dan kan je gewoon dikker. En dan moet je ook harder stoten. Want dat is het verhaal. Want dan gaat hij evengoed nog richting de hoek. Anders zou hij stoppen. Dus dit is een mooie dikte. Goede band. Je voelt, je voelt. En die dikte, daar gaat het om. Bam. Zie je? Kijk, die dikte, daar gaat het om. Dat je die klap maakt. Kijk, die is helemaal niet zo slecht. Die is prachtig. Kijk, ietsjes hoger heb je hem in ene. En nu pakt hij het bandje. Dus dat is 1. Dan gaan we naar de andere hoek. Het is gewoon een hele leuke oefening om gewoon het biljart te leren kennen. Maar ook bal 2 te leren kennen. Met dik en dun en je voorhanden. Dus een lage voorhand en een hoge voorhand. Dus nu pakken we de hoek. Kijk, en als ik dus hoog zit, dat valt af. Dus dit wordt laag. Maar, kijk, als ik diep zit en ik zou hem te dik raken, gaat hij naar de lange band. Dan komt hij hier. Dus als ik hem dik wil raken, moet ik niet te diep zitten. Dan moet ik wat hoger zitten. En zo dik mogelijk raken. Maar dan moet ik weer hard stoten om bij de kegel te komen. Dus mijn lange band, dat is mijn lijn. Ik voel mijn lijn. Ik voel mijn lijn. En daar concentreer ik me op. Ik geef helemaal geen effect. Mag het met links en rechts doen. Maar dit is zonder effect. Een dikke rood. Dus voel, voel, voel. En die lange band. Kijk, die lange band. Kijk, daar blijf je in staan. Kijk, en dit is natuurlijk perfect. Hij gaat rechtstreeks naar de kegel en mijn lijn die legt op de lange band. En rood, die gaat daardoor dik heen en weer, omdat je die dik speelt. En daarom moet je ook zo'n harde klap geven. Als je hem dun erheen trekt. Kijk, als je hem dun erheen trekt, dan gaat jouw bal dus dieper, die trek je dieper. En, als je dan harder stoot, gaat die harder en dan kan je hem ook weer zachter stoten om hem erheen te spelen. En dat is natuurlijk goed voor éénbandstoten, tweebandstoten, driebandstoten. Dus eigenlijk voor alle spelsoorten om je afstoot te leren kennen. En gewoon je doel te spelen. Dus in dit geval staat de kegel daar. Ik kan hem natuurlijk ook hier zetten en hier zetten en hier zetten. Dus ik kan het spel kan ik zo gaan neerzetten dat je dus allerlei vormen van hoeken krijgt. Maar je kunt dus de dikte bepalen op 2. En ik heb ze nu gewoon midden op het biljart gelegd. Maar uiteindelijk, als je een wedstrijd aan het spelen bent, dan komt dat iedere keer weer terug. Bal 1 en bal 2. En die hoeken, die ga je allemaal leren voelen. Dus we pakken nu die hoek met een dikke rood. Kijk, en je voelt nu anders, want je gaat nu naar de linkerkant toe. Net ging je naar de rechterkant toe.
En zo ga je naar de linkerkant toe. Maar je wil een dikke rood spelen, dus ik kan niet te diep zitten. Dus ik moet mijn hoogte zoeken. Ik doe het weer zonder effect. Een dikke rood, daar is de lange band. Ik voel. Een dikke rood, kijk, goed blijven staan. Kijk, iets te hoog aan de bal, want hij heeft een band. Kijk, de kegel raak je wel. En hij is wel mooi dik, maar nu heb ik een hoogtefout gemaakt. Wel goed voor een bandstoot, maar niet goed voor een directe karambol. Dus als je een directe karambol wil maken, dan moet je een klein pomerantje lager aan je bal om hem direct te raken. En daar kun je mooi op trainen. Dus die dikte was goed. Ik ga ietsjes lager, dus ik voel mijn dikte. Ik voel mijn dikte. Niet meer bang wezen. Kijk, en door die dikte die je aangeeft, voel je dat je best wel hard moet stoten. Kijk, dan zit ik iets te laag, gaat hij op de korte band komen. Wel een dikke rood weer. Kijk, als je hier effect in stopt, pak je ook weer de kegel. Dat is allemaal wat je van tevoren kunt bedenken, maar we doen het nu gewoon zonder effect. En daarna kun je het met effect doen. Maar met effect kun je ook gewoon rechtstreeks de kegel raken. Dus met die dikte kun je rechtstreeks op de kegel komen. En dat is ook de oefening. Dat je dus leert voelen dat je een strakke lijn naar je doel toe speelt. Dus als je hem via band wil hebben, moet hij via band. En als je via de korte band wil, moet hij via de korte band. Dan moet hij niet in ene gaan. En zo sterk leer je voelen op de tweede bal met het trainingsspel. Het is gewoon een hele leuke oefening. En ja, heeft u interesse om een keer bij me langs te komen, kom langs. En ik leg het u allemaal leuk uit. En gewoon, het is voor iedereen is het te begrijpen en te leren. En je wordt gewoon, ja, je krijgt een wat meer gevoel van hoe je goed kunt biljarten. En dat zit hem puur in het afstoten van de keuvoering. Dus hoe je afstoot, hoe je door de bal gaat. Daar zit het puur in. En dat leer ik je met de X en de O. En dat ga je dan ook doorkrijgen. Dus we gaan weer richting de kegel. Rug gaan lekker goed die dikte. Kijk, want ik wil een dikke bal spelen. Kijk, want dan kan ik ook hoog. Maar ik zat net iets te hoog. Want dan ging je naar de lange bal. Dus nu zit ik ietsjes lager. Dus ik voel. Kijk, de lange bal. Daar moet mijn keu heen. Kijk, mijn keu moet daarheen. Dan moet hij rechtstreeks naar de kegel gaan. En dat doet hij, hè. Net erlangs, maar hij gaat er rechtstreeks naartoe. En dat komt omdat je mooi blijft staan op de lange band. Dus tussen in dit geval de X en de kegel die er ligt. Dus het gebied op de lange band. En dat is er altijd. Dus het gebied achter bal 2 is altijd een band. Dat kan een korte band zijn of een lange band zijn. Dat hangt er vanaf welke dikte en waar de bal ligt. Kijk, als dit je bal is, dan richt je richting de korte band als je hem links raakt. En zo richt je ook weer richting de korte band als je hem rechts raakt. Maar dat kun je allemaal uitleggen. Dat is allemaal te leren. Nou, zeg dat we dus die gehad hebben. Dan gaan we nog eentje. Dat is deze. Dat is de vierde. Kijk, en weer een dikke rood. Net als die. Alleen we gaan nu de linkerkant op. Dus je krijgt ook een beetje. Kijk, zo heb je toch een ander beeld van die hoek. En zo heb je weer een ander beeld, want die zit weer aan die kant van je gezichtsvlak. En die zit weer aan die kant van je gezichtsvlak. Dus zo sta je ook weer anders, dus rechtshandig en linkshandig. En je voelt ook meteen hoe dat een beetje overkomt. Of dat makkelijker is, of dat makkelijker is. Maar eigenlijk wordt alles makkelijk door deze oefening. Dus door het trainingsspel, zo kan ik het ook zeggen. Want het trainingsspel dat biedt vele mogelijkheden om te leren op dikte te spelen en te blijven staan in je stootlijnen. En gewoon lekker vrij leren gooien met de keu. En het ga je allemaal meenemen in je spel. Dus als je daar iets uit maakt, dan ga je er al heel anders in als dat je ooit gedaan hebt. Als je gewoon met dit spel gewoon bezig bent. Dus we gaan weer een dikke rood spelen. Dus ik sta dik op rood, dus ik zit vrij dicht bij het middelste kegeltje wat er op de band ligt. Kijk, als ik te hoog zit, gaat hij naar de witte. Dus ik moet iets lager. Daar is de lange band. Ik voel. Als ik nu te zacht zou stoten, dan doet hij niks. Dus ik ga stevig in de rood. Kijk, staan blijven, terug. Kijk, iets te hoog aan mijn bal nog. Want ik kom precies tussen de witte en de kegel. Mooi loodrecht. Dus dan gaan we weer ietsjes lager. Kijk, en zo leer je gewoon je voorhand ietsjes lager. Zelfde dikte. En dat moet je goed leren, dat je diezelfde dikte vasthoudt. En dat kun je dus een beetje zo bepalen op die lange band. Dus je voelt,
Kijk, nu zit ik toch lager en ik ga gewoon weer recht in de bal. Kijk, te laag natuurlijk, want dan gaat naar de lange bal, wel richting de kegel, zoals u ziet. Maar ik zit al te laag, dus u ziet dat je voorhand, dat die heel erg bepaalt waar die komt. Kijk, en een bal raken, dat is natuurlijk, zoals u ziet, dat is dan niet zo heel moeilijk. Maar om het precies te doen, dat je dus deze lijn gewoon voelt. Dat je gewoon echt gaat staan in je dikte. En dan ook nog een keer tegen jezelf zegt van ik geef geen effect. Kijk, kan natuurlijk ook effect geven en dan doet hij het ook altijd of weet ik wat. Maar je voelt in ieder geval dat hij erheen gaat. Maar je wil gewoon dat hij met deze hoogte, met deze dikte, je voelt en je gooit. En dan moet hij er rechtstreeks naartoe gaan en rustig blijven staan. Kijk, u ziet het, hè? Hij gaat er mooi net tegen het gaatje aan, maar hij gaat er mooi vrij rechtstreeks naartoe. Dus dan voel je vrij goed wat je diktes zijn. Dus rechtstreeks richting de hoek, rechtstreeks richting de kegel. En dat staan blijven, ja, dat geeft je gewoon de kracht om een goede biljarter te worden. Nou, ik hoop dat u van deze video wat kan leren. U kunt natuurlijk het spel aanschaffen bij me via degeestersingel@gmail.com. Uw telefoonnummer achterlaten, adres. En u kunt het spel bestellen. En ik ga er mee door en ik ga u allerlei dingen ermee vertellen. En het is echt voor alle spelsoorten en voor beginnend en voor betere biljarters. Maakt allemaal niks uit. Je kunt het gewoon goed uitdokteren wat je doet op 2. Dus veel plezier bij het bestellen van het spel. Maar ook om het ontdekken van hoe je eigenlijk op een makkelijke manier biljartstoten kunt leren. Kijk, en we kunnen allerlei seriestoten kunnen we neerleggen en noem maar op. Maar het gaat er hoofdzakelijk om dat je goed de afstoot leert. En als je dan een seriestoot neerlegt, dan ga je dat veel beter begrijpen met het trainingsspel, hoe dat werkt. Dat je dus goed blijft staan op een band, in je dikte, en de juiste hoogte, juiste effect, enzovoort. Dus veel plezier bij het bestellen van dit mooie spel. En als u het spel al heeft, dat u kunt genieten, of dat u de oefening goed kunt oefenen en een beetje eigen kunt maken. En leert begrijpen dat je die bal dik kan raken naar een hoek en dun kan raken naar een hoek. Dus veel plezier bij het bestellen van het spel. Tot de volgende keer.